Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. The truth. Yo boys and girls en welkom bij alweer een nieuwe vlog. Vandaag is het vlog 72 en ja, jullie zien nog altijd de greenscreen achter mij. Ik zou het eigenlijk moeten afhalen omdat ik de FIFA video toch klaar heb en ik ga toch geen streams meer doen voor de komende week of zo. Dus ik ga dat straks naar beneden halen en ja, vlog 72 dus. Ja, het is vandaag woensdag 5 april en normaal gezien moest ik vandaag gaan werken, maar vandaag dus waarschijnlijk weer al niet. Dus ja, deze vlog komt op. Wanneer komt die online? Dat ben ik eigenlijk af. Die komt op 18 april online, normaal gezien. Dus ja, let's go. Oké, het is dus vrijdag, het is 11:02 en ik ben de set. Ik ben de mix van OHL, KV Mechelen aan het voorbereiden. Omdat ik moet altijd in het sfeer komen. Ik ben een mix en ik ben dat nu aan het voorbereiden. Nu is Nieke Kultur voorzien. Dus denk ik gewoon om dat spelen. En yes, het is al een feestje hier, dus ja, let's go. Zaterdag en André. Oké, boys en girls, het is nu dus ongeveer 11:55. Ja, wel, het is bijna 12 uur. En ik heb al gegeten, ik heb daarnet de set moeten afbreken omdat ik moest gaan eten. Dus nu heb ik opnieuw de set gestart voor de match OHL KV Mechelen, die nu zaterdag is. En wow, zoveel hype. Zoveel hype, ik moet echt hype op. En van juist heb ik echt fucking kippenvel gehad. Echt. Want dat filmpje van Leuven is hier. Ik heb daar de audio van. What the fuck, ik heb echt. Oh man. Niet normaal. Dus ja, nu ben ik eventjes een set aan het draaien. Omdat ik, ja, wil graag een setje draaien. En ik kan alleen maar zo via de juice. Dus let's go, we gaan nu verder doen met de set. En nu is Tiesto, Carmina, Burana, Remix, Berigis, ja, let's go. En zoals jullie horen ben ik opnieuw moeten beginnen, want ik heb een foutje gemaakt in de set. Er moest nog een liedje tussen, het vorige nummer, Carmina, Burana en de Champions League hymne. Er moest nog Tsunami tussen, dat was vergeten. Dus nu ben ik terug opnieuw bezig en hopelijk heb ik nu wel de juiste set. Dus ja, nu ben ik weer van de vooraf aan bezig. Caroline! Oh, oh, oh. Dus ja, nu moet ik even mijn camera insteken. Ja, boys and girls, mijn webcam, mijn camera is opgeladen. Het is nu 3:15. En zaterdag moet ik om drie uur, moet ik op de Dreef zijn in Leuven. Dus voor de voetbal. Want dan krijg ik de tickets en ja, dan heb ik de tickets voor OHL KV Mechelen. Dus ja, ik ga ze biedt snel scheren. Ik ga ze biedt snel de douche in, dus. Ja, dat ik proper ben voor de avond. En ja, let's go. Ik ga nu eventjes snel een douche pakken. Iets doen, een douche pakken. Me scheren. Ja, me gewoon klaarmaken voor de rest van de dag te spenderen. Misschien mijn kamer hier een beetje opruimen. Dat ga ik ook nog in de vlog steken waarschijnlijk. Dus ja, ik ga mijn kamer hier een beetje opruimen, speed eerst douchen. Of eerst mijn kamer opruimen, dan douchen. Dan kan ik mijn proper opgeruimde kamer gaan douchen. Dus ja, let's go. Ik ga nu eerst mijn kamer opruimen. Ja, boys and girls. Ik heb nu dus mijn kamer weer opgeruimd. Ik ga nu eventjes een beetje muziek draaien en dan ga ik douchen. En ja, boys and girls, nu is het dus donderdagavond. Ja, let's go. Ik ben nu nog een paar video's op YouTube aan het zien. Nu nog een video van Raoul van de Bankzitters. En daar heb ik nog Serpent Gameplay zien, geloof ik.
Misschien nog TGG, maar dat weet ik nog niet. Ja, ik ga nu eventjes nog wat YouTube checken en dan ga ik stilletjes gaan slapen. Dus ja, deze was nog een beetje mijn dag. Morgen ben ik sowieso. Morgen vroeg ga ik sowieso ook een stukje vloggen. Als ik wakker word, pak ik mijn Adaptus en ja, ga ik zo drinken. Dus ja, let's go. Ik zie jullie guys morgen vroeg. Goedemorgen, boys en girls. Het is 7:20 in de ochtend. En we beginnen bij het eerste eierpje. Lekker. Amai. Oh. Dan doen we mijn ochtend te beginnen met een eierpje. Lekker, lekker, lekker. Want het is maar koffie dat erop zit, ijskoffie. Dus ja, lekker. Vandaag ga ik niet veel doen, morgen ooit wel. Dus ja, let's go. Oké, boys en girls, het is dus nog altijd vrijdag. Het is nu vrijdagmiddag ongeveer. Hoe laat zou het zijn? 12:40? Ja, 12:40. Gaan we zo dadelijk even omkleden, want ik moet eventjes helpen thuis. Altijd. Wat er nog niet gedaan is, ik weet nog niet, ik ga het beneden eens moeten gaan zien. Dus ja, ik moet thuis waarschijnlijk nog even helpen. Want ze gaan er over uitvrezen en zo. Dus ik denk dat de grassoorten al binnen liggen, ik weet het niet. Maar ik ga eens zien beneden, dus ja, ik ga jullie op de date. Oké, het is nu dus ongeveer, hoe laat zou het zijn? Alles 7. In de avond. En wauw, ik heb niet veel te zeggen, maar ik heb deze morgen echt wel een goede pixie gehad op FIFA. Echt, ik heb Carlson UEFA Europa Conference League, geloof ik. Ik heb uit een gewone 85 plus Maltin heb ik mijn eerste icon uit een gewone pakket gepakt. Ik had dan natuurlijk al icon picks gedaan dit jaar en ik heb er al heel veel ik heb geloof ik nu al 11 of 12 icons in mijn team, dus ik heb 12 icons in mijn club, dus ja, dat is al heel goed. Maar ik pakte gewoon deze morgen, ik was aan het opnemen voor mijn FIFA en ja, er komt een FIFA video aan, dus ik was gewoon aan het opnemen voor een FIFA video en ik pakte gewoon 92 rated Foot Birthday Icon Veron. Dat was dus de eerste icon dat ik pakte uit een gewone pakket. Dus geen icon SBC gedaan of geen, geen icon pack. Dus, of een icon player pick, zoals ik het kan noemen. Dus dat was eigenlijk mijn eerste icon dat ik zo uit een gewone pakket kreeg. Dat was eventjes van, ja, eindelijk mijn eerste icon uit een gewone pakket. Oké, het was een 85 plus mal 10. En ik had er al met mensen heel veel goede shit uit zijn pakken. Dus ik zeg, ik ga die 85 plus mal 10 ook doen, want die is cracked. Oké, ik doe die dan. Ik krijg daar een UEFA, UCL, UEL, UEL, UECL, wauw. UEFA, UECL, UEFA Europa Conference League. Man of the match, Carlson uit. Ik krijg er een Footbirdie icon, Veron uit. Die dat voor 210k ging. En krijg je daar dingen uit. Kjaar, Foot Birthday. En dan nog 3 of 4 walkouts. Dat is 85. Dus. Wow, echt. Ik kreeg er nog de Gea uit. Alisson. Robertson. Dat was het. En dan nog de Diogo Jota. Pedri. Ik heb er een video van. Ik ga even de video bekijken. Wat ik eigenlijk allemaal pakte. Ik denk dat het. Jorginho heb ik daaruit gepakt. Veron dan. Pedri. Diogo Jota. En dat was het, denk ik. En Trap. Trap 86. Trap 86 was het ook nog. Dus ik had eigenlijk maar 3,85 uit. Eigenlijk maar 3,85. Like,
wat de fuck we een pekel kunnen hebben op zo'n dingen. Ik dacht van, deze jaar ga ik echt geen icon pack uit een gewone pakket. Allee, dat is de eerste keer dat ik zo'n icon pack. En what the fuck? Mijn mind was helemaal blown. Ik weet niet of je het gaat zien op video, maar echt, mijn mind was blown. Ik wist niet wat ik moest zeggen en what the fuck, zie. Ik heb er nu al drie of vier potjes gebruikt in squad battles. En echt, dit is een schot. Wajo. Maar ja. Ja, echt ziek. Ik ga nu verder naar de bankzitters kijken, want ik was naar de bankzitter aan het zien. En ja, let's go. Morgen, nieuwe dag. Deze avond ga ik nog een stukje vloggen. Dus ja, let's go. En een goede morgen, het is dus 7 uur. Het is dus 59 voor 7 uur. En ik ga nog wat FIFA spelen voordat ik naar de match trek. What the fuck. Ik ben echt moe. Al ik was moe. Ik heb niet veel geslapen. Dus ja, let's go. Vandaag vertrek ik naar de match van Orgel. En dan tegen Mechelen. Oh my, what the fuck. En deze avond ga ik berekenen, dus ja, let's go. Het is nu 8:45, binnen 2 uur en een kwartier vertrek ik. Dus nu ga ik eventjes, ja, ik weet niet wat doen. Waarschijnlijk wat Peaky Blinders zien ofzo. Dus ja, let's go. Ik heb me klaargemaakt. Ze weet, ga ik vertrekken. Dus ja, let's go. Oké, boys en girls, ik ben dus net terug thuis van OHL KV Mechelen. Ja, het was echt wel een goede wedstrijd. En ja, zoals jullie al wel weten. Allee, jullie zullen de uitslag al wel gezien hebben. Naarmate dat deze video online komt. En ja, ik ga hier zo dadelijk wat beelden zetten van mijn stadion. Dus ja, het was echt wel een toffe match. Ik ben... Om 9:45 ben ik vertrokken met de bus naar Antwerpen. Heb ik in Antwerpen iets gegeten. Dan ben ik naar McDonald's gegaan, heb ik daar eens gedronken. Dan ben ik naar het stadion gewandeld. Was ik om 2 uur al daar. Maar moest ik een uur later vertrekken, had ik het stadion gewoon. Was ik gewoon te laat in het stadion. En ik moest om 3 uur daar zijn. En ik was om 2 uur al daar, oké. Oké. We gaan naar het stadion heen. Ik zet 10 euro op mijn cashlesskaart, oké. Maakt niet uit. Oké, we gaan. Ik pak een pintje. Zoals ik altijd doe op het stadion, pak ik 1 pintje en dan een cola. Oké. Ik kom het stadion in. En ja, het was TKM Mechelen en het viel niet echt in het schoot geworden voor KV Mechelen. En spijtig genoeg. Want ik vond dat KV Mechelen de partij mocht winnen, of toch mocht terugkomen. Maar zoals jullie de cijfers al wel gezien hebben, is OHL de schone. En ja, ik denk dat de playoffs nog zouden kunnen. Maar dan moet ze echt alles winnen, mag Anderlecht niet winnen. Ik ga eens zien wat Anderlecht nu aan het doen is, want die moesten direct naar OHL geloof ik. Ik ga eens zien wat Anderlecht aan het doen is. RSCA. Oké. Okay. Ga naar Anderlecht. Goed, morgen om 1:30. Eens zien wie dat er in de Belgische Pro League nu aan het spelen is. Charleroi zult de Waregem. 2-2. Wow, yo. Gent-Union. Is morgen, al is vandaag om 9:15. Bij 9:15. We moeten oppassen voor Anderlecht. Morgen staan daar. Dus eigenlijk mag Westerlo winnen. En moet Genk winnen. Dan kunnen we. Wij staan nu op de 11e plek, oké. Okay. Met 42 punten, dat klopt toch niet? Jawel. Wij stonden eerst op 39 punten. 42 punten. Wij staan nog 3 punten af van de playoffs. Dus het zou kunnen.
als Anderlecht nog twee keer verliest en Charleroi verliest nog twee keer, Cercle verliest nog twee keer, dat wij gewoon play-off spelen. Ik hoop echt dat ze play-off spelen. Tegen wie moet Cercle nog tegen Sint-Truiden? Wordt moeilijk voor Cercle. Oh, je moet tegen Oostende. Nee, je moet naar Oostende. Moet makkelijk. Anderlecht met een Genk. Genk wint. Anderlecht Mechelen. Mechelen, denk ik. Oostende staat daar. Oostende kan winnen. Serij United Westerlo. Zulte Waregem Cercle. Hopelijk Zulte Waregem. Ja, Sint-Truiden kan niks meer. Sint-Truiden kan niet meer boven ons schieten. Ja. Wij hebben doelsaldo van 3. Ja. Ik hoop echt dat we play-offs spelen. Want dan ga ik wel elke play-offs wedstrijd proberen te kijken. Maar het wordt moeilijk om nog play-offs te halen. Ze mogen nog alles winnen, maar dan moet Anderlecht bijvoorbeeld en Anderlecht, Cercle en Charleroi moeten dan alles verliezen of gelijk spelen. Maar dan mag OSL geen punten laten liggen. En morgen Anderlecht tegen Westerlo. Westerlo wint, denk ik. Dus morgen die wedstrijd ga ik proberen te kijken. Om dan toch weer te zien hoe de Anderlecht speelt. Of Leuven nog play-offs kan spelen. Want het wordt echt moeilijk voor Leuven om nog in die play-offs te geraken. Maar het zou moeten lukken. Thank you.
Ja, ik heb net wel voor Champions gespeeld, twee potjes, maar ik heb die twee potjes gewonnen. Maar daarna had ook de players beëindigd omdat ik het had van, ik heb geen tijd om te spelen. Dus daarmee heb ik de Future Champions spelers beëindigd. Ja, ik ben echt moe. Ik ben net wakker, ongeveer een uurtje wakker. Dus ja, ik heb al drie potjes FIFA gespeeld. En ik heb Keen voltooid en Keen speelt echt lekker. Dus ja, let's go. Oké, boys, het is dus zondagavond. Nog altijd paaszondag. Het is 9:30. En ik heb vandaag de hele dag in de tuin gewerkt. Van 9:30 in de ochtend, dus 12 uur geleden, ben ik in de tuin beginnen werken. Ik was pas om 6 uur of zo. Om 4:30 klaar. Ja, 4:30 was klaar, dus we hebben zeker 7 uur gewerkt in de tuin. We hebben 76 rollen gras gelegd, of grasmatten gelegd. En ik heb een schoonbroer hebben gedaan. En what the fuck, echt. Ik ben er gewoon kapot van, ik voel het in mijn rug. En ja, echt, 76 grasmatten gelegd, echt. What the fuck, man, ik voel het in mijn rug. En hopelijk is het er morgen uit. Anders, ja, zit ik naar met mijn rug. En ja, ik was echt fucking vies als ik eruit, gedaan had. Ik heb mijn handschoenen, mijn werkhandschoenen weggesmeten. Want die waren zo vies als iets. Die zaten vol mijn grond. Ik zou mijn werkschoenen nog eens moeten kuisen. Ik heb een hele dag eigenlijk gewerkt samen met mijn schoonbroer. En mijn vader natuurlijk ook. Die heeft nog de voormiddag mee geholpen. Maar dan is hij in zijn bed moeten gaan liggen, want hij had last van zijn spieren. En dan is het best dat hij rust pakt. Want hij heeft nog een heel weekend, vrijdag en zaterdag, liggen frezen in de tuin. En ja, dan was het best dat ik en mijn schoonbroer dat samen deden, even dat werken. En het is heel goed gegaan. Dus ja, echt wel leuk dat ik met mijn schoonbroer kon werken. Het is een harde werker. En ja, we hebben een goed gesprek gehad, ik en mijn schoonbroer. En ja, 76 grasmatten op één dag gelegd, dus dat was wel een beetje pittig. We hadden 100 vierkante meter besteld, wat dan 110 of zo, we moeten bestellen 110, 120 vierkante meter. Maar dat is niet erg. Ik ga nu stilletjes aan slapen, want zoals je mijn ogen ziet, ik heb niet veel slaap gehad de afgelopen nacht. Ik ben om 7 uur gewekt door de honden. De honden, ja, die waren wakker. En dan was ik ook wakker natuurlijk. En ja, ik heb echt niet veel geslapen. En dan is er al niet veel geslapen. Ik was om 10 uur of zoiets gaan slapen gisteren. Of om 9:30. 9 uur of zo. Was ik in slaap gevallen. 12 uur wakker geworden. Mijn gezin nog eens bekeken. En terug in slaap gevallen. Ik was echt kapot gisteren. Ik heb gisteren 10 kilometer gewandeld, vandaag zal het iets van een 5 kilometer geweest zijn. Dus echt, wat een dag. Dus ja, op een gegeven moment, op een weekend 15 kilometer. Dat is echt wel veel, ze. Echt, like. En hopelijk moet ik morgen niet te veel doen, morgen is paasmaandag. En hopelijk kan ik morgen gewoon rustig mijn bed in blijven. Hopelijk wat FIFA spelen. Ja, ik heb vandaag ook nog een FIFA video opgenomen. Ik heb die al geëdit. Dat heb ik ook net gedaan. Ik heb, zoals jullie gezien hebben aan de FIFA video, heb ik Trophy Titans Icon Miroslav Klose gepakt. Echt. What the fuck. Dus ik ga nu zo lekker dan slapen, want ik ben echt wel moe.
Oké, boys en girls, het is dus maandag. Maandag 9:57. Ik heb net ontbeten en zo, dus ja, let's go. Nu ga ik mijn GTA spelen, dus ja, let's go. En het is dus avond. Ja, maandagavond. En ik heb weer mijn airupje gevuld. Airup? Ja, er zit een smaak cola op. Ja, coke. Een lekker verfrissend airupje om de dag af te sluiten. En ja, let's go! Ja, boys en girls, het is dus. Ja, dinsdag! Het is dinsdag, kut! En ja, net een paar potjes FIFA gespeeld. Niks boeiend. Nu ga ik aan de muziek beginnen. Dus ja, let's go! Daddy! Zoals jullie in de edit gezien hebben, heb ik dus de cola pot eraf gehaald en heb ik nu de strawberry lemongras erop gezet. En lekker. Oh my god. Ah. Zobiet ga ik aan de edit beginnen en ja, let's fucking go. Abonneren! En ja, boys en girls, de outro is dus opgenomen met de iPhone 12. Ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe vlog. Ja, ik heb nu de edit gedaan met de AirUp en zo, dus. Ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe vlog. En de nieuwe intro is er ook in komen. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe vlog. Vlog 72, het was wel een leuke vlog om te maken. Dus ja. Let's go. Ik zie jullie guys graag terug in een nieuwe video, nieuwe vlog. Bye bye.